Ja, ik heb mijn best gedaan. Be the movie. Yo, kijk, Be the Movie, en welkom bij deze nieuwe aflevering van Akinator. En vandaag ga ik weer drie personen voor jullie opzoeken. De eerste die we gaan opzoeken is Eminem, de welbekende rapper. En wat had hij allemaal nu weer doen? Weet ik niet, want ik ken hem niet goed. Maar we gaan hem nou voor wel opzoeken. Ik heb hier op de tweede scherm ook mijn Wikipedia erbij staan. Dus mocht ik eventjes zo kijken, dan weet je waarom het is. Want ik ken hem totaal niet goed. Ik weet wel dat hij niet vrolijk is. En dat hij echt bestaat, dat hij niet bekend is van YouTube, hij is niet afkomstig uit Nederland, dat lijkt me niet echt. Bekend door sport, volgens mij niet. Is bijna dood, volgens mij ook nog steeds niet. Is hij een acteur? Ja, ligt eraan of dat hij zijn eigen ding acteert wel, maar laat het maar vanuit gaan van niet. Is hij een zanger? Zanger en rapper, het zit wel in hetzelfde straatje, dus ik ga voor waarschijnlijk wel. Is de rapper? Ja. Woont hij in Nederland? Nee. Donker uit? Nou, nee. Hij is blanke. In Amerika? Verenigde Staten. Dus ja. Heeft hij kinderen? Volgens mij wel, ja. Is de zangeres? Nee. Ooit blond haar gehad? Dat weet ik zo niet. Ik kan ook zo direct niet zien. Heeft hij haar? Ik ga vanuit van wel, maar wel heel erg kort altijd volgens mij. Is hij ouder dan 30? Hij is uit 1972. Dus dan is hij ouder dan 30. Is hij een rockband? Volgens mij niet. Hertog van je naam? Wat? Nee, helemaal niet. Titanic? Nee. Gelinkt met de zee? Waarschijnlijk niet, nee. Werkt hij samen met de zanger? Waarschijnlijk wel. Heeft hij een kind? Dat vroeg ze net ook al. En hij denkt aan Eminem. Hij heeft hem geraden, jongens. Hij heeft hem geraden. Ja, Eminem. Amerikaans rapper. Nou, dan heb ik het nog best wel goed gedaan voor degene die ik niet ken. Dus... ja, op naar de volgende. En de tweede die wij gaan zoeken is Marty, oftewel Maarten van Kaster, oftewel de Marty Games. Elk geval, we gaan hem zoeken. En hij is geen vrouw, nope. Hij leeft niet in hetzelfde land als ik, want volgens mij is het een Belg. Hij bestaat echt. Het is geen zanger, mag ik in ieder geval niet hopen. Hij is niet Amerikaans, hij is niet bekend door sport, hij is nog niet dood. Hij is nog niet ouder dan 30. Hij komt niet uit Nederland, want anders zou hij uit hetzelfde land komen. Een gamekanaal? Yes. Is hij Zweeds? Nee, het is geen PewDiePie. Donker uit? Nee. Komt hij uit Ierland? Nee. Is hij best naar Frans? Nee. Woont hij in Nederland? Nee. Heeft hij krullen? Nee. Speelt hij geen GTS? Nee. Heeft hij personage 200? Weet ik niet. Verliefd of een vampier? Ik ga vanuit van nee. Is hij Brits? Nee. Oost-Europa? Nee. Heeft hij een vriendin? Nee. Levert hij personage in Engeland? Nee. Bekend door Minecraft? Ja. Grote voeten? Dat weet ik zo niet. Hij denkt aan... Bayan Canadi Canadian. Wie de fuck is dat? Maar nee. Ja, volgende. Twee beurten, hè? Twee beurten. Is Europees? Ja, hij is Europees. Is het een Belg? Ja. Komt hij uit Polen? Nee, het is geen Kastiop volgens mij. Is hij langzaam? Nou, niet per se langzaam. Is hij groot? Dat? Nee. Heeft hij... Oh, dat is dan? Nee. Personage ontvoerd? Volgens mij niet, nee. In hetzelfde huis? Nee. Heeft hij een gamekanaal? Ja. Gelijk gamen? Nee. Antropia? Nee. Woont hij in Nederland? Nee. Volwassen man? Nee. Heeft hij een kat? Weet ik niet. Is hij blond? Ja. Komt je voor personage voor in Sprookjes? Nee. Meer dan 3000 fans op YouTube? Nee. Call of Duty Zombies? Nee. Kan jij je personage elke dag zien? Eigenlijk wel, maar nee. Is ze een naapmodel? Nee. Een speeltje karakter in The Kingdom? Nee. Heeft hij een vriendin? Nee. Werkt of heeft je karakter gewerkt bij Q-Music? Nee. Is je personage roze? Nee. Heeft je personage ontdekt? Nee. Hij denkt aan AZ, dagelijks video's? Nope. Niet volgende. Wij gaan kijken of dat onze Maarten erin staat. Mijn persoonje staat er niet in. Maarten van Kasteren. Maarten van Kasteren, enter. Kijken of dat hij hem nou wel kan vinden. Even kijken, Maarten van Kasteren staat er niet tussen. Nee, hij staat er nog niet tussen. Beschrijving, YouTuber op The Marty Games. Versturen. We hebben hem verslagen en we hebben je toegevoegd, Maarten. Dus nou, vanaf nu af aan kun je jezelf vinden. We gaan snel op naar de volgende. En de laatste die we gaan vinden, want hij wou het zo graag dat we hem een keer echt gingen vinden, is Gitaar25.
En ja, dus ik zou zeggen, let's go naar Gitaar 25. Komt hij uit Nederland? Ja. Is hij ouder dan 30? Nee. Bekend van YouTube? Ja. Bekende broer? Nee. Het is geen Enzo of Milan. Heeft hij een gamekanaal? Nee. Vrolijk geslacht? Nee. Heeft hij een vriendin? Weet ik niet, maar ik denk het niet. Is hij een mens? Ja. Houdt hij van bier? Weet ik niet. Is hij homoseksueel? Nee. Treedt hij op het podium? Nee. Is hij blond? Nee. Is hij dik? Nee. Is de YouTuber? Jazeker. Speelt hij piano? Eerder zou ik hem zeggen gelinkt aan gitaar, dus denk het niet. Heeft hij zwart haar? Nee. Is de fotograaf? Weet ik niet, maar nee. Denk het niet namelijk. Is je personage ooit verliefd geweest op je moeder? Nou, hij kent toen nog niet eens, dus nee. Leeft je personage samen met een man? Nou ja, misschien met zijn pa, maar nee. Is jouw dan 20? Nee. 3000 fans op YouTube? Nee. Leeft hij in hetzelfde huis? Nee. Is je personage Frans? Nee. Latijns-Amerika? Nee. Bekend door het internet? Ja. Hij denkt aan... Brosk. Nee, want die ken ik ook nog niet eens. Speelt hij Minecraft? Hij heeft me verteld dat hij het niet speelt, maar soms wel eens kijkt, dus nee. Heb je ooit hallo tegen je personage gezegd? Eigenlijk wel, maar nee. Heeft hij een relatie? Weet ik niet. Is je personage beginnen acteren op jonge leeftijd? Nee. Is de longboarder? Nee. Heeft hij een kat? Weet ik niet. Is de man? Ja. Gaat hij naar school? Nee. Speelt hij League of Legends Diamond speler? Nee. Is de kind? Ja. Komt hij Brabant? Nee. Het is een Friese. Nederlands YouTube gamer? Nee. Woont hij in Nederland? Ja. Heeft hij slechts één oog? Nee. Heeft hij een hoofddeksel? Nee. Donker haar? Waarschijnlijk wel. Maakt hij deel uit van een duo? Weet ik niet. Schrijft hij columns? Nee. Heeft hij een kat? Weet ik niet. Sam en Cat? Nee, denk ik niet. Praat sketch, praat video's. Nou, vooral praten, maar nee. Is hij een artiest? Elke YouTuber is in principe een artiest, maar niet zo'n artiest als dat ze bedoelen. Is hij een tiener? Ja. Heeft hij iets ontdekt? Nee. Heeft hij een auto? Nee. En hij denkt aan Tom? Nee. Dan hebben we alweer verslagen en we hebben hem nog niet eens erbij staan. Gitaar 25. Een jonge man, bekend voor YouTube. Nou, laten we maar zeggen, bekend voor YouTube. Ja, ik heb mijn best gedaan om je te vinden, Gitaar. Maar blijkbaar is het dus weer niet gelukt. Waarom niet, weet ik ook niet. Maar oké, ik bedank jullie voor het kijken. Vond je het leuk, doe even een blauw duimpje. Wilde jij dat ik jouw personage ga zoeken? Laat zeker weten in de reacties achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe Akinator. In ieder geval tot dan en houden.